Uh, nou, fijn u hier allen te zien en hartelijk dank voor de vragen die u heeft ingestuurd. Ik ben Hans Nienhuis, ik ben internist in het UMCG en gespecialiseerd in amyloidose. Eigenlijk in al zijn typen, maar vooral ook in de ATTR-amyloidose. En Dorie Mullen die, die heeft vele jaren deze meeting georganiseerd en zij zal mij ondersteunen. Zij zal mij ondersteunen om een beetje binnen de tijd te blijven. Want er waren uh, veel vragen. Ik denk iets van 40 vragen. Ja, in 45 minuten is dat gewoon te veel. Dus ik beperk me ook tot de vragen waarvan ik dacht die zijn relevant voor iedereen. En de wat meer persoonlijke vragen die bewaak ik voor de pauze. Dan kunt u mij wel aanschieten en uh, uw vraag dan aan mij persoonlijk stellen. Nou, een van de vragen was. Waar komt amyloïdose in de ogen vandaan? Nou, dit, dit, dit heeft vooral betrekking op de erfelijke ATTR-amyloïdose. Bij de erfelijke ATTR-amyloïdose kan er ook amyloïdstapeling optreden in de ogen. En amyloïd bij attr amyloïd ontstaat uit het eiwit transthyretine. De lever is een heel belangrijke fabriek waar transthyretine wordt aangemaakt. Maar het eiwit transthyretine wordt ook een klein beetje aangemaakt in het oog zelf. En dat gebeurt... Hier bij dat gele stukje, tussen het netvlies en het vaatvlies, daar zit een laagje cellen. En die cellen die maken dat eiwit aan. En dat betekent dus ook dat dat eiwit in het glasvocht van het oog kan komen. En in het netvlies kan komen. En dat dat eiwit zich daar ook kan afzetten. Dus bij erfelijke ATTR-amelodosen kan er ook in het oog ameliet stapelen. Dat eiwit komt dus niet vanuit de lever en gaat naar het oog, zo is niet. En er wordt ook wat transtyridine eiwit aangemaakt in de hersenen zelf. Maar ook dat eiwit gaat niet naar het oog toe. Het is dus echt het eiwit wat specifiek in het oog uh, wordt aangemaakt, wat zich daar stapelt. Belangrijk om daar te realiseren dat lang niet alle patiënten met erfelijke ATTR-amyloïdose ook oogbetrokkenheid krijgen. Dat is erg afhankelijk van welke mutatie je hebt en hoe het zich gedraagt in de familie. Ja, dit als antwoord op de vraag. Een andere vraag was, zijn er verbanden tussen ATTR-amyloïdose en nierfunctieverlies? Nou, ik denk dat deze vraag vooral betrekking heeft op de mensen die ATTR-amyloïd hebben in het hart. Dus hartfalen door ATTR-amyloïd. Bij die mensen zien we soms dat de nierfunctie ook achteruit gaat. En dat heeft ermee te maken dat het hart en de nieren die staan met elkaar in verbinding. Het hart pompt het bloed door het lichaam. Uh, en die zorgt ervoor dat er ook voldoende doorbloeding van die nier is. Maar als het hart niet goed pompt, je hebt hartfalen... Dan is de doorbloeding van de nier ook minder en dat vindt de nier niet fijn en dan kan de functie van de nier achteruit gaan. Bovendien gebruiken mensen met hartfalen vaak plaspillen om vocht af te, uit te scheiden. En dat is hard nodig, maar ook die pillen hebben weer invloed op de nierfunctie. En soms is het echt balanceren tussen voldoende plaspillen om het hart te ontlasten, maar ook weer niet te veel om, om de nierfunctie te behouden. He. En ja, dus als dat hart niet goed pompt. Is de doorbloeding van de nier minder, waardoor de nierfunctie achteruit gaat? En dat heeft weer tot gevolg dat je meer water en zout vasthoudt in het lichaam, waardoor er meer vocht in de bloedbaan komt en het hart het eigenlijk weer zwaarder krijgt. Dus dat is een, ja, een soort van negatieve spiraal. En dat proberen we toch zo goed mogelijk met die plaspillen te sturen en met andere medicijnen, zodat het hart en de nier zo goed mogelijk met elkaar in balans zijn. Het heeft niks te maken met de behandeling met de faamus. De famies heeft geen invloed op de nierfunctie. Dat zat, was ook een vraag van een patiënt. Um, en um, dan is er nog, nog iets anders: dat bij erfelijke ATTR-amyloidosen zien we soms ook amyloidstapeling in de nier. Maar dat is in Nederland heel zeldzaam. Daar screenen we altijd op. Maar dat is iets wat je meer bij uh, in Portugal en in het zuiden van Europa ziet. Dat is heel gek. Daar heb je ook mensen met erfelijke ATTR-amyloidosen. Dezelfde soort mutatie die ook veel in Nederland voorkomt. Maar toch gedraagt de ziekte zich in het zuiden van Europa soms anders dan in Nederland. En daar zie je dus meer nierbetrokkenheid dan in Nederland. of in Scandinavië of in de Noord-Europese landen. Nou, dan werd er gevraagd: welke behandelingen zitten in de pijplijn? Nou, dit is ook iets waar ik in mijn presentatie, die ik heb opgenomen die u kunt nazien. Um, uitgebreid op inga. Um, maar. Dit schema geeft het eigenlijk heel mooi weer. Wat we op dit moment beschikbaar hebben in Nederland zijn dafamides en diflunizal. En dat zijn medicijnen om het transtyretine-eiwit te stabiliseren. Die gaan er als een soort van plakband aan zitten. En die zorgen ervoor dat dit eiwit niet in losse stukjes uit elkaar kan vallen. En die losse stukjes geen amyloïd meer kunnen vormen. We hebben ook medicijn, het medicijn patisiran beschikbaar. En dit medicijn zorgt ervoor. Dat de lever veel minder van dat transtyretine eiwit aanmaakt. En als je minder eiwit hebt, kan er ook minder eiwit zich ophopen. Wat zit er dan nog in de pijplijn? Nou, het medicijn Futriciran. Futriciran werkt net zoals Patriciran in de lever. om de productie, de aanmaak van dat transtyretine eiwit te verminderen. En dit middel is effectief gebleken bij mensen met erfelijke ATTR, amyloidose en polyneuropathie. En er loopt op dit moment nog een procedure bij Zorginstituut Nederland. Uh, om te kijken of dit middel ook in Nederland vergoed gaat worden door de zorgverzekeraars. en dus of het beschikbaar komt. En we hebben, er zit best wel wat schot nu in de zaak. Um, dus we verwachten eind dit jaar he, dat dat middel. Uh, in ieder geval dat er dan een, een oordeel is van de minister. of het wel of niet vergoed gaat worden. Dus uh, daar zullen we ook op de hoogte van houden via onze website. Dan is er nog een. Er um, uh, loopt nog onderzoek met Futriseram bij mensen met hartbetrokkenheid. Dus ook voor de mensen met ATTR. Amyloïdoze en hartbetrokkenheid wordt dit middel onderzocht en daarvan verwachten van dat onderzoek verwachten we dit jaar de resultaten. Dus dat is heel spannend, want als die resultaten positief zijn, dan zal ook weer een procedure in gang gezet worden om te kijken of dit middel vergoed gaat worden voor mensen met hartbetrokkenheid. En dit is een, een, ja, um, in ieder geval bij de erfelijke attr amyloïdoze een effectief middel gebleken, dus dat, nou, dat biedt hoop. De acoramidus, dat is ook een medicijn wat het transsystine eiwit stabiliseert. En dit middel is onderzocht bij mensen met hartbetrokkenheid en effectief gebleken. Dus ook dit middel gaat nu een procedure in om hopelijk vergoed te gaan worden en beschikbaar te komen voor de behandeling in Nederland. Maar dat, die procedure die uh, moet nog gaan starten. Het is in ieder geval door de uh, uh, FDA, dat is het Amerikaanse geneesmiddelbureau, is het goedgekeurd. En door uh, EMA, het, het Europese medicijnagentschap, goedgekeurd. En nu moeten elk, elk land zelf nog weer procedures doorlopen om te kijken of het... Uh, Beschikbaar komt. Nou, wat is dan in een wat vroeger stadium van ontwikkeling? Dat zijn antilichamen, stofjes om amyloïd op te ruimen. Die binden aan het amyloïd, die worden toegediend per infuus. Die gaan via de bloedbaan naar de plekken toen waar het amyloïd zit, die binden daaraan. En het idee is dat die antistoffen kunnen helpen om het amyloïd op te ruimen. Nou, daar, daar zijn al een aantal onderzoeken mee gedaan, zogenaamde fase 1-studies, dus hele vroege studies, gewoon om te kijken of het veilig is in kleine. En daar komen nog vervolgstudies van. Dus voordat deze middelen um, werkelijk beschikbaar komen, moeten ze natuurlijk eerst effectief en veilig blijken. Als dat zo is, dan moet er een procedure. Dus dat duurt zeker nog wel vijf jaar voordat zoiets um, beschikbaar komt. En iets anders wat er, waar onderzoeken mee gedaan zijn en nog onderzoeken zullen volgen, is met CRISPR-Cas9. Daar ga ik u zo meteen nog iets meer over vertellen. Uh, dus dit is zo'n beetje wat er de belangrijkste dingen die in de pijplijn zitten. Meneer Schoots. Ja. In relatie met polyneuropathie, wat heeft u daar dan te bieden voor de pijnbestrijding? Voor de pijnbestrijding? Er zijn verschillende soorten pijnstillers voor neuropathische pijn. Maar dat is niet een amyloïd gerichte behandeling. Dus dit gaat echt om hoe kunnen we het amyloïdproces uh, stoppen of remmen. En met pijnstillers kunnen we symptomatisch de klachten verlichten. Maar die, er, zijn, er zijn verschillende medicijnen voor neuropathische pijn. Ja. Hier is ook nog een vraag. Uh, mijn vraag is: ik uh, zag er net dat oog. Hebt dat ook betrekking op is een staar uh, gebeuren? Nee, staar is verdroebeling van de lens. Ja? En dat heeft niks te maken met amyloïd. Hmm. Nee, dat, daar, daar gaat dat amyloïd niet zitten. In, bij, bij erfelijke ATT-amyloïd. Nee. En ook niet bij de, bij de wildtype ATT-amyloïd. Er was ook een, een vraag zijn er ontwikkelingen voor mensen die wel drager zijn van het TTR-gen, van die mutatie daarin, maar waarbij de ziekte nog niet is opgetreden. Nou, dat vind ik een hele belangrijke vraag, want eh, natuurlijk wil je het liefst als je drager bent van zo'n mutatie dat je al een behandeling krijgt voordat je die ziekte verschijnselijk krijgt. Je wilt er zo vroeg mogelijk bij zijn. En gelukkig komt daar ook nu een studie voor. Dat is de ACT Early-studie. Dat is een studie waarbij dragers van een ziekmakende mutatie in de TTR-gen, die nog geen klachten hebben van de ziekte, um, maar waarbij wel het ontstaan van de ziekte op basis van de mutatie die iemand heeft en de leeftijd van iemand, wel te verwachten valt binnen tien jaar, die mogen meedoen aan een studie waarbij ze of het medicijn Acoramidus krijgen, of ze krijgen uh, een, uh, een, een, niet werkzaam, uh, een niet werkzame pil. En de, de mensen in die twee groepen worden met elkaar vergeleken. Die worden nauwlettend in de gaten gehouden. En er wordt gekeken ja, in welke groep treedt nou als eerste de ziekte op. Als die ziekte optreedt bij de mensen die placebo krijgen... Ja, dan zal alsnog een behandeling worden, worden gestart natuurlijk. Sorry. Ja. Oh, sorry. Ik had een vraagje bij punt 1. Hoe weet je nou wie de drager is alvast... Dat, dat weten we omdat... Eh, door, door middel van genetisch onderzoek... kijken we of iemand zo'n mutatie heeft. Ja. ja. En ja, de vraag is... En, en, en wie worden dan getest met genetisch onderzoek, ja. denk ik? En worden dan kinderen getest van mensen? Ja. Maar dat, dit heeft dus betrekking op, op mensen... met erfelijke attr -amylodose. Ja. Ja. De, daarbij weten we dat de oorzaak zit... in een verandering in het DNA, in een mutatie. En als we... Ja, weten dat iemand patiënt is, dan is het advies dat de familieleden daarvan, die directe verwanten, ook onderzocht worden of ze drager zijn van de mutatie. Want dan zijn we in staat, hopelijk, nog in een stadium dat iemand nog helemaal geen ziekteverschijnsel heeft, of die ziekte helemaal nog niet, heeft, al wel te, te zien dat iemand risico loopt om die ziekte te krijgen. En dan kunnen we ook ja, in een heel vroeg stadium hopelijk behan behandelen. Ja, dat is het doel. Nou, maar deze studie die gaat waarschijnlijk dit najaar starten. En daarvan zullen we ook op de hoogte brengen via de, via de verschillende websites. Ja, goedemorgen. Uh, ik had een vraag. Als het zo is dat de ouder uh, op een bepaalde leeftijd de ziekte uh, naar buiten komt, zou ik maar zeggen, is ja. het dan ook zo dat. De kinderen op die leeftijd het ook verwachten of kan het random iedere leeftijd zijn? Ja, dat is een goede vraag. Um, de, in, in grote lijnen is dat zo. He, dus als, als de ziekte zich binnen een bepaalde familie op een bepaalde leeftijd vooral manifesteert, dus bij de ouder ontstaat die ziekte, de eerste ziektechijnsel op 50-jarige leeftijd. Dan is het heel aannemelijk dat bij de kinderen die draag zijn, ook als die ziekte komt, ook ongeveer rond die leeftijd de ziekte begint. En je mag dus meedoen aan die studie als je in die tien jaar daarvoor zit. Dus vanaf je veertigste mag je dan meedoen aan die studie. Het, het is overigens ook wel zo dat wij in Groningen al langere tijd ook de mensen die dragen zijn van de mutatie, maar nog geen ziekteverschijnselen hebben, maar bijvoorbeeld wel amyloïd hebben in hun buik, of amyloïd in het glasvocht of op andere plaatsen, dat we daar wel al starten met behandeling, met diflunizol. Dat is ook een medicijn waarmee we ziekteprogressie hopelijk remmen. Nou, en, en dit nog even over die futriciran. Um, dat is dus uh, uh, dat medicijn waarmee de productie van transthyretine door de lever verminderd kan worden. Dat is dus al effectief gebleken bij mensen met erfelijke ATTR, amyloidose en polyneuropathie. En, um, en hopelijk uh, zal het, zullen we dit jaar te horen krijgen of het ook vergoed gaat worden en beschikbaar gaat komen in Nederland. Uh. En er volgt dus nog een studie naar mensen met hartbetrokkenheid, met cardiomyopathie. En daarvan uh, volgen dit jaar de resultaten en dan hopelijk 2025, 2026, 20, 20, dat, dat we daar ook meer van weten of het vergoed gaat worden. Um, hoe ziet deze behandeling eruit? Is dat ook één keer in de drie weken via een infuus? Ja, goed punt. De, 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 dus hoe ziet de behandeling eruit? Uh, niet één keer per drie weken per infuus, maar elke drie maanden een onderhuidse injectie. Hè, dus het voordeel van Futriciran ten opzichte van Patriciran is dat het veel uh, patiëntvriendelijker is, veel gemakkelijker in gebruik. Elke drie weken aan het infuus is heel belastend. Uh, uh, terwijl zo'n injectie alweer een stuk minder belastend is. He, dus dat is het grote voordeel ervan. Ja. Maar ook op de website van Zorginstituut Nederland staat informatie over dit medicijn en waar we in het proces zijn. Er staan filmpjes op met uitleg hoe dat gaat, zo'n beoordelingsprocedure. Dus ook daar kunt u eens uh, een kijkje nemen. Ja, John? Oh, sorry. <coughs> Ja, even heel kort. Um, inmiddels zijn wij ook als Stichting Doos Nederland betrokken bij de beoordeling van dit hele verhaal. En mij is onder andere gevraagd om voor 19 juni, dus zover zijn we al, ons advies uit te brengen. Dus om even aan te duiden dat het proces inderdaad werkelijk aan het lopen is. Ja. Ja, nog even een vraag meer over de procedure. Waarom duurt het in Nederland altijd zo, godvergeten lang eigenlijk? Als de, als de, als de, als de, als de Europese zorgautoriteit het heeft goedgekeurd en in Amerika is goedgekeurd, dan gaan wij het in Nederland allemaal nog eens overdoen. Ik weet niet of dat in België ook zo is, maar waarom doen we dat eigenlijk? Ja, nou, hele goede vraag. Uh, maar u stelt hem maar mij, maar u moet hem eigen stellen aan zorginstur Nederland en de autoriteiten, want, want daar, daar duurt het zo lang. He, dus, um... Maar soms, soms zijn er toch ook medicijnen die uh, al wel gegeven worden? Voor de, ja. f, ervoor uit, voor de goedkeuring uit? Of nee, voor de uh, vergoedingen geregeld zijn? Dat um... was met Tafami dus toch? was een nou ja, soms, soms, maar dat heeft niks te maken met de procedure. Soms zijn er free of charge programma's. Dus dan wordt zo'n middel al ja. wel. Al wel gegeven. En dan wordt het min of meer geschonken door de fabrikant. In, in de afwachting van de, van de vergoeding ervan in, in een land. Ja. Ja, maar dat is, nou, daar is hier geen sprake van. Nee. Dus ja, waarom het zo lang? Waarom, ik, ik weet het niet. Ze hebben, ik weet wel dat er enorm veel dossiers worden ingediend. En die worden allemaal zorgvuldig beoordeeld. En uh, dat kost tijd. En uh, ik geloof dat de overheid. Er was een bericht meer dan 10.000 uh, mensen tekort komt aan. Uh, Misschien toch even een kleine bedenking. Um, ik denk, ja, de procedures duren inderdaad wel wat langer, maar um, uiteindelijk is het wel een, een luxe als het uiteindelijk terugbetaald wordt. Want er zijn heel veel landen waar het gewoonweg niet terugbetaald wordt. Ja. Het Afamistis bijvoorbeeld is bij mijn weten in Denemarken en, en Noorwegen gewoonweg niet terugbetaald. Ja. Het heeft, ja. Nee. Nee, dat, dat geldt voor veel middelen die we hier wel hebben, maar in andere landen niet zo goed worden. Hè? Dus het is ook wel weer zo dat, uh, ja. Nou, er kwam ook nog een vraag onder behandeling met uh, NI-006. En ik zal u zo meteen nog even laten zien wat dat is. Neemt de hoeveelheid amyloïd af, maar verbeter ook de kwaliteit van leven en conditie. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Nou, er is inderdaad een studie gedaan met NI-006. Dat is een antilichaam, een antistof, dus een afweerstof eigenlijk, die in het laboratorium is gemaakt, maar die kan worden toegediend via de bloedbaan. En die afweerstof, hier ziet u zo'n afweerstof, uh, uh, die gaat als een soort van antenne via de bloedbaan naar amyloïd toe. Deze strengen die u ziet, dat zijn amyloïdfibrillen. En dan gaan die antennes daarop zitten, en dan geven ze als het ware een signaaltje naar het eigen afweersysteem. Jongens, kom mij opruimen, en dan wordt dat amyloïd opgeruimd en dan hopelijk verdwijnt het. Dat is de hypothese. Zo moet het gaan werken. En deze studie heeft als eerste zo'n antilichaam uh, onderzocht uh, in een kleine groep mensen. Het ging echt om, uh, nou, om maar een paar mensen. Um, en dat was vooral erop gericht: is het middel veilig? Kunnen we dit veilig toedienen bij iemand? En, en zien we ook wel een effect? En, um, uh, eigenlijk en, en, en welke dosis is dan het meest optimaal? Dus dit was niet zozeer opgericht van verbetert de overleving, verbetert functionaliteit, verbetert kwaliteit. Dit was echt gericht op: nou, is het veilig? Kunnen we het zeg maar, bij een grotere groep mensen gaan testen? Dat noemen we een fase 1-studie. En wat ze zagen in deze studie was dat hoeveelheid amloïde in het hart. Onder behandeling met dit uh, met middel afnam. Na vier maanden behandeling zag je op een botscan zag je minder aankleuring van het hart, wat suggereert dat het amyloïde afneemt. Dit was een patiënt die kreeg eerst een placebo, dus een niet-effectieve uh, niet pil. Daar zag je ook dat de hoeveelheid ammoliet in het hart min of meer stabiel bleef. Maar na vier maanden kreeg deze patiënt alsnog het middel. En dan zag je alsnog een afname. En hetzelfde zag men met MRI. Dat de wanddiktes van het hart afnamen. Dus dit, dit middel lijkt effectief. En het gaat nu onderzocht worden uh, bij een grotere groep uh, mensen. Um, en dan wordt ook gekeken naar kwaliteit van leven. En naar functionaliteit. En naar andere uitkomsten. Ja, die, waar het eigenlijk om draait. Wanneer je stopt met die eh, eh, tafamides, of dat het gestopt wordt, wat is dan het effect verder op je lichaam of op het hart? Nou, als je, als je, als je stopt met die eh, tafamides, dan zal het transtyridine eiwit niet meer gestabiliseerd worden. Dan zal het weer uit elkaar vallen in, in, in stukjes die amyloïd kunnen vormen. En dan zal het proces van amyloïdstapeling weer op gang komen, weer beginnen. En dan zal de ziekte weer verder zich eh, voortschrijden en waarschijnlijk sneller. Dan met die behandeling waarbij je de bol stabiel houdt. Ja, hoe, 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 hè, waarschijnlijk zal het beloop dan weer gewoon zo gaan zoals het zou gaan zonder behandeling. Dus je holt dan weer achteruit. Je rolt weer achteruit. Ja. Ja. En hold, hè, dus, ja, dat is een beetje afhankelijk van. Um, ik, ik zou niet zeggen, het holt achteruit, maar het, het kan. Het kan snel achteruit het kan ook gewoon langzaam voortschrijden, die ziekte. Nou ja, waarom stelt u de vraag uh, om tafamus te stoppen? Omdat we een maand of drie geleden zei dat je van nee... Hey, het, 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 hm. het heeft eigenlijk geen effect meer op het, op de, op het stilstaan van de, van de eiwitten. Dus die, die zucht je gewoon weer opstapelen dat die dus niet werkt. Ja, ja. En maar dan ja. het resultaat. Ja. Over, over he, hoe je nou evalueert of het werkt, dat is iets heel lastigs. En daar ga ik ook nog iets over uitleggen. Hè, en of je het dan dus ook moet stoppen. Dat, nou ja, daar, 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 daar heb ik mijn bedenkingen bij. Maar dat er, daar kom ik op terug in mijn presentatie. Dus dat is wel goed, uh, goed dat dat aan bod komt. Ja, ik had een vraagje over uh, de behandeling van. Uh... Uh, en hier in zes. Uh, als je zo'n behandeling krijgt, uh, wil dat zeggen dat je ook je hart na een tijdje weer gaat functioneren zoals vroeger? Ja, dat is dus iets wat we nog niet weten. He, we hebben het amyloïd. We hebben nu gekeken of het een invloed heeft op de hoeveelheid amyloïd. Hmm. En de, bij een kleine groep mensen, en dat was vooral erop gericht: is het middel veilig? En nu, nu dit veilig is gebleken in deze kleine groep mensen, kan het bij een grotere groep mensen onderzocht gaan worden. En dan wordt inderdaad ook gekeken: zie je nou ook dat als dat amyloïd afneemt. De functie verbeteren. Want dat is natuurlijk de hamvraag. Dat ben ik met u eens. Dat is belangrijk om te onderzoeken. Uh, en, en verbetert dan de kwaliteit van leven en het functioneren. Um, dus die studie moet nog komen. En we verwachten dat, dat die studie eind dit jaar, begin volgend jaar. Uh, zal gaan starten. En daar zullen we u ook van op de hoogte houden. via de website van Stichting Amilo Doos Nederland. van onszelf uh, en van de, het expertise-netwerk. Oké, okay, dankjewel. Ik had ook nog even een vraagje. Uh, ik ben vorig uh, jaar begonnen met uh, de behandeling van tafamides. Maar, maar mijn vraag is eigenlijk: uh, hoe weet ik dat die tafamides werkt? Daar ik, kom ik op terug in de presentatie. Ja. ja. En, en u, u had ook een vraag gestuurd, uh, geloof ik, over oogbetrokkenheid. Maar die, die is al even aan bod gekomen. Dus dat zal ik u in de pauze vertellen. Klopt dat of vergis ik mij? Ja, of niet? Nee? Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan, dan vergis ik me. Um, een, andere een andere vraag was: kunnen bij ATTR-amyloïdose ook andere organen aangedaan zijn? Nou, de organen die bij erfelijke ATTR-amyloïdose het meest vaak zijn, zijn aangedaan, is het zenuwstelsel. Dus mensen krijgen klachten van neuropathie, dus tintelingen, en doofgevoel in de handen en voeten. En dat breidt zich geleidelijk uit. En uiteindelijk ontstaat er krachtsverlies. En we zien ook dat soms het autonome zenuwstelsel is aangedaan bij die ziekte. Dat wil zeggen dat de zenuwbanen die ervoor zorgen dat de darmen goed werken... of de blaas goed werkt of de, de bloedvaten goed werken... dat die ook aangetast kunnen zijn waardoor je een lage bloederen krijgt... of maag-darm problemen krijgt of blaasproblemen krijgt. Verder zien we dat het hart vaak is aangedaan. Hè, waardoor mensen hartfalen krijgen. We zien het kapaal tunnelsyndroom... Geregeld, ook waardoor je ook tintelingen in de vingers kunt krijgen, die vaak weer even weggaan na schudden van de handen. Um, het kan dus in het oog gaan zitten. Het amyloïd kan in het maag-darmstelsel gaan zitten. En zoals gezegd, uh, dat zien we in Nederland niet frequent. In het noorden van Europa niet frequent, maar in het zuiden vaker. Het kan ook in de nieren gaan zitten. Dat zijn de klassieke plekken, maar het is een systeemziekte. Dat wil zeggen, dat amyloïd gaat niet alleen specifiek op die plek zitten, we vinden het ook terug in het buikvet. Dat wil zeggen, het gaat eigenlijk door het hele lichaam zitten. Dus als je maar een biop neemt van een orgaan, is de kans aanwezig dat je daar ook dat amloïd gaat vinden. Wil niet zeggen dat je daar ook problemen van krijgt. He, dus um, als je kijkt uh, naar de longen en je neemt de longbiop bij een patiënt met erfelijke ATTR, dan is het beste kans groot dat je daar ook aan aantreft. Uh, maar, maar, maar dat je daar problemen van hebt, dat zien we eigenlijk niet. He, het kan wel. We zien het soms wel, dat het ook. Want het wordt dus ook een beetje aangemaakt in het hersenvocht, dat eiwit. Het kan zich daar ook ophopen. Dat zien we vaak laat in het ziektebeloop. Maar dat kan voorkomen en dat kan een soort van epileptische, tia-achtige klachten geven. Dus eh, mensen krijgen dan eh, aanvallen waarbij ze of kortdurend uitval hebben of trekkingen hebben. Dat, dat kan erbij ontstaan. Gelukkig zien we dat heel zelden. He, dus voor de mensen in de zaal met erfelijke ATTR-amylodose, dit is iets wat gelukkig niet veel voorkomt, maar het kan wel. En iets anders, wat, wat, niet, um, wat niet veel beschreven wordt in de literatuur, maar wat we wel degelijk herkennen, is dat, dat amyloïd ook kan gaan zitten in het gehoor- of evenwichtsorgaan. Waardoor mensen problemen krijgen met het evenwicht of um, met het gehoor. Wat ik nu vertel, is echt van toepassing op de erfelijke ATTR-amyloidosen. Want de, de, de wildtype ATTR-amyloidos gedraagt zich echt anders. He, dus, dit is wel een, een belangrijke vraag, ook een terugkerende vraag. En ik merk dat mensen heel vaak ook... en dat is ook begrijpelijk... de symptomen die passen bij de erfelijke ATTR... allemaal verwarren met de wild type... en, 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 en denken, oh, maar dat heb ik ook. Dus, hè, maar het is dus wel zo dat die ziektes zich iets anders gedragen. Er is ook overlap. Bij wild type ATTR-amyloides... kan ook weer dat tunnelsyndroom optreden. Dat zien we zelfs heel vaak daarbij. Ook het hart falen door amyloidstapeling in het hart... kan erbij optreden. Bij ongeveer 30% van de patiënten zien we ook... problemen met de rug, een wervelkanaalstenose... En daardoor problemen bij het lopen. Maar ook denken we toch dat daar ook zo af en toe wel polyneuropatie of autonome neuropathie bij kan optreden. Ja, en dan hetzelfde verhaal. Ook bij deze ziekte gaat het amyloïd wel door het hele lichaam zitten. Dus we hebben wel voorbeelden van mensen waarbij het in de blaas gevonden werd, het ATTR-amyloïd. Had die, die, dus de, ja, daar, ja, er was een reden om, om een biop daar te nemen en daar bleek een te zitten. Um, we hebben ook wel mensen gezien, had dat in de tong He, dus er werd een biopt van de tong gedaan en er werd daar ATTR-amoluïte gevonden. Dus de, en dat verbaast me eigenlijk niet. Het is een systeemziekte. Dat eiwit kan in principe overal gaan zitten. Dus als je een biopt neemt van een andere plek, zul je het ook wel vinden. Wat we nog wel eens zien, is dat pezen afscheuren door die ziekte. Omdat het amyloid in de, in de pezen gaat zitten. Het gaat ook wel in gewrichten zitten. Dus ja, het zijn systeemziekten. Het amoluïte gaat in principe overal zitten. Maar de, de klachten die ontstaan vooral bij, bij deze, op deze punten. Een andere vraag. Stel, men vindt een beter of een gelijkwaardig maar goedkoper medicijn. Krijg ik dat dan automatisch voorgeschreven? Dit dan moet zijn voorgeschreven. Nou, dat, dat gaat niet automatisch. Als er een nieuw medicijn komt voor een bepaalde indicatie, dan zal uw arts met u bespreken. Nou, dit zijn de opties, er is iets nieuws op de markt, dat is ook beschikbaar. Uh, dit zijn de voordelen ervan, dit zijn de nadelen ervan. En die zal u adviseren. Van ik denk dat in uw geval. Dit medicijn het beste bij u past, hoe kijkt u daar tegen? Wat zou u willen? He, dus dat gaat in goed overleg. Er wordt niks automatisch veranderd qua behandeling. Dat, dat kan niet. Zo, zo, zo werkt het niet. In hoeverre hebben de artsen in Nederland contact met amyloidosespecialisten in het buitenland? Nou, natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Um, wij bezoeken internationale congressen. Heel recent is weer het internationale symposium voor amyloidosen geweest. Um, er was een ATTR-meeting uh, begin dit jaar in Madrid um, of eind vorig jaar. En, en uh, uh, er komt ook weer een congres voor AL Amilo. Dus er zijn allerlei meetingen overal over de hele wereld waar alle. Internationale experts samenkomen en ook met elkaar informatie uitwisselen, patiënten. Inform dus, dus gegevens van onderzoeken, bevindingen. Um, uh, we doen ook gezamenlijk onderzoeksprojecten. Er zijn echt meerdere onderzoeksprojecten, die ook vanuit Groningen die in samenwerking doen met Londen, Heidelberg, uh, Amerika, uh, noem maar op, met alle centra, andere centra. Soms doen we ook gezamenlijk dingen in de diagnostiek. Wij sturen bijvoorbeeld wel eens een biop naar Londen voor een aanvullende. Bepaling, typering. En andersom krijgen we biotte uit Heidelberg typering. Dus het, ook um, binnen Europa is er samenwerking op het gebied van diagnostiek. En af en toe bellen we elkaar op en vragen: goh, ik heb nu dit bij de hand. Herken jij dat van jouw patiënten? Die heeft die en die klachten. Nou, nee, dat herkennen wij niet. En zo, zo wisselen we ook informatie uit. Heel belangrijk, er is ook een Europese ATTR-meeting. Voor patiënten en dokters wordt jaarlijks georganiseerd. Ik vind dat een heel mooi uh, iets. Elke twee jaar, sorry. Ja, um, uh, want dat biedt ook de mogelijkheid om ja, met elkaar, patiënt dokters, allemaal bij elkaar uh, te bespreken wat er is aan uh, nieuwe ontwikkelingen. En uh, ook uh, dingen voor te leggen die, uh, die spelen. Um, en we hebben net weer het, uh, het internationale amyloidose symposium gehad. Dus er is zeker samenwerking. Mag ik daar heel even op aanvullen dat ook patiëntenorganisaties heel veel contact met elkaar hebben via de alliance. Maar ook gewoon onderling wel... Uh, ja, ondersteunen bij opstart van een organisatie en uh, uh, ideeën uitwisselen hoe je dingen kan, goed kan regelen voor de patiënten. Ja. Zijn behandelmethodes in verschillende landen vergelijkbaar? Nou, dit kwam net al even te sprake. Nee, dat is niet zo. Um, de, 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 de diagnostiek verschilt per land. Het heeft gewoon te maken met beschikbaarheid van middelen. Wij zijn in Nederland denk ik um, uh, bevoorrecht dat we toegang hebben tot eigenlijk alle meest geavanceerde diagnostische tools. Dus we, we doen botscans, MRI-scans, maar er zijn ook veel landen waar dat niet kan. He, dus daar zijn ze bijvoorbeeld afhankelijk van het nemen van, uh, van een, een hartbiopt om de diagnose te stellen, wat natuurlijk een veel risicovollere ingreep is. Um, en dat maakt soms ook dat diagnose in andere landen misschien wel later gesteld wordt. He, dus... In het Nederland land zal, zal het, waar meer geavanceerde diagnostische technieken zijn en meer behandelmogelijkheden, zal ook actiever gezocht worden naar die ziekte en ook eerder behandeld worden. Dus dat maakt ook uit. En ja, en zoals gezegd, uh, in, 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 ook zelfs in de westerse landen zijn sommige middelen helemaal niet beschikbaar worden, niet vergoed. Tafaminis werd ook in Engeland voor lange tijd niet vergoed. Zo'n middel als patisseran in Australië niet vergoed. We hoorden zo, zo net nog een aantal voorbeelden waar tafaminis niet beschikbaar is. Hè, dus... Uh, de meeste middelen die, die er zijn op dit gebied eh, zijn in Nederland beschikbaar op één, een, of op één middel nadat het de inoxycine. Dat is een vergelijkbaar middel als patisserand, maar met een minder gunstig bijwerkingsprofiel en minder effectief. Dus eigenlijk missen we dat niet. He, dus dus, als, als je, ja, dus ik, ik denk dat we wat dat betreft, natuurlijk is er nog steeds te weinig. Maar eh, gelukkig hebben we wat dat betreft wel een, een bevoorrechte positie. Ik ervaar weinig herkenning van mijn ATTR-klachten bij medepatiënten. Is er in het buitenland andere of uitgebreidere informatie over de klachten die kunnen optreden bij deze ziekte? Nou, ja, um, er zijn heel veel verschillende informatiebronnen waar je nog kunt kijken naar um, welke klachten optreden bij de ziekte. Bijvoorbeeld, dit is de website van het Amyloidosis, amyloidosis Research Consortium. Als je daar, daar staat ook een stukje over welke symptomen kunnen optreden, maar je zult daar toch niet snel hele andere symptomen vinden dan, uh, dan die wij in Nederland uh, uh, vaststellen als gerelateerd aan die ziekte. Um, natuurlijk is wel ook deze dag heel erg geschikt om medepatiënten te ontmoeten en te vragen: herken je dat nou? Heb jij dat nou ook verbanden te leggen? Um, en zo heb je ook um, dat symposium waar ik net over had. Europese symposium voor patiënten en dokters. Ook daar komen uh, patiënten uit heel Europa bij elkaar. En dus ook daar kun je informatie uitwisselen. Dat is ook een heel mooi forum om te bespreken. Herken je dat of niet? Nou, en er zijn er dus nog een aantal andere uh, allianties. Amyloidosa uh, Alliance en, um, en dus deze uh, organisatie die ook ja, hele goede informatie aanbieden. Ik bedenk me nu dat er ook een Facebookpagina is van, van amyloïdose in Nederland. En misschien kan dat ook nog helpen om uh, ervaringen uit te wisselen. Het is wel zo bij deze ziekte, ook als je drager bent van zo'n mutatie. Dat heeft grote impact op hoe je, uh, ja, hoe je omgaat met lichamelijke klachten. Dokters doen dat overigens ook. Dus als je drager bent of patiënt bent en je krijgt een lichamelijke klacht, bijvoorbeeld hoofdpijn. Dan is het niet gek dat je eerste gedachte is: hé, hey, zou dat met de ziekte te maken hebben? Terwijl heel veel klachten natuurlijk niet te maken hebben met die ziekte. Maar je ziet dat ja, dat die relatie met de ziekte wordt vaak ook ten onrechte gelegd. En ook dokters die minder ervaring hebben, die zullen heel snel zeggen: nou, je hebt attr misschien heeft het daar wel mee te maken. He, dus realiseer dat goed dat. Um, uh, er zijn uh, goede studies gedaan. Er worden ook internationale registers bijgehouden met welke klachten hebben mensen nou, wat hoort er wel niet bij. Dat, maar niet alle lichamelijke klachten kun je soms toeschrijven aan deze ziekte. Hoe wordt gecontroleerd of het middel Tafaminus effectief is bij je? Nou, dat, deze vraag kwam net ook, te, uh, ook de revue. En moet ik me zorgen maken dat ik niet meer in aanmerking zou komen voor tafaminus, aangezien er ook start- en stopcriteria zijn? Dat is best last, lastig om dat, hè, om dat te beantwoorden. Want tafamius, wat het doet, is het remt de ziekteprogressie. Het maakt je niet beter. Als je een middel geeft aan iemand en je verwacht dat je beter wordt van het middel, dan is het heel makkelijk. Want dan zeg je, iemand wordt niet beter binnen een bepaalde tijd, dan werkt het niet. En iemand wordt wel beter, dan werkt het wel. Maar als je een middel geeft waarvan je niet kunt verwachten dat je er beter van wordt, maar dat, dat het de ziekteprogressie remt of hooguit stopt. Ja, dan is het ook heel moeilijk te zeggen... het is bij jou wel effectief of bij jou niet effectief. Ik zal dat illustreren aan de hand van deze figuur. Stel, deze rode lijn is iemand met ATTR, amyloidosis van het hart... en um, die krijgt geen behandeling. En wat zal gebeuren, en dat weten we aan de hand van, van deze studie bijvoorbeeld... is dat de conditie in de loop van de tijd achteruit zal gaan. Dat is een natuurlijke beloop van de ziekte. Als we nu tafamidis starten, dan zal... Um, in sommige gevallen zal de conditie behoorlijk stabiel blijven, in andere gevallen zal de conditie alsnog afnemen, maar zoals u ziet veel minder dan zonder behandeling. Kun je nu concluderen als de conditie achteruit is gegaan, het middel is niet effectief, we moeten het stoppen? Nee, eigenlijk kun je dat niet zeggen, want misschien is het wel degelijk effectief, heeft het de ziekte behoorlijk geremd, um, maar ja, niet, niet helemaal, dus er is dus alsnog achteruitgang van conditie. Dat maakt, dat maakt het lastig, je kunt... Um, je kunt natuurlijk verschillende dingen doen tijdens de behandeling. Je kunt met echo kun wanddiktes van het hart meten. Je kunt met de MRI-scan kijken naar wanddiktes van het hart. En nemen die toe of nemen die af. Maar ook als die een beetje toenemen, wil dat dus niet zeggen dat het middel niet effectief is. Je kunt ook een, met een botscan de tracerstapeling meten in het hart. Maar daarvoor geldt ook, als het niet afneemt, maar iets toeneemt. dan kan het even goed het middel effectief zijn. Dus ik zou het op basis van deze parameters niet per se stoppen, zo'n medicijn. Ehm. Um, hier laat ik dat zien. Als je met defamitis behandeld wordt, ja, dan zullen die wanddiktes misschien minder snel toenemen, maar zullen alsnog to toenemen. Dus stel nou dat je hier zit en je wanddikte is toegenomen over de tijd. Ga je dan die behandeling stoppen en zeggen het is niet effectief? Ik, ik zou dat niet doen. Hè? Wat voor ons veel belangrijkere parameters zijn. Natuurlijk gebruiken we dat ECG, zo'n hartfilmpje en een echo om te kijken of het hart blijft functioneren en of er niet problemen ontstaan waar je iets aan moet doen. Bijvoorbeeld een ritmestoornis, dat, dat is heel erg belangrijk. Dus daar moeten mensen op gecontroleerd worden. En dan kun je ook de banddiktes van het hart meten. En als, als die mooi stabiel blijven, is het mooi. Maar als we achteruit gaan, wil dat niet per se zeggen dat de behandeling niet effectief is. Um, maar de belangrijkste graadmeter is eigenlijk, ja, blijft die conditie redelijk stabiel? Zegt iemand, nou, na, na een jaar behandeling of na twee jaar behandeling... ik kan nog ongeveer net zo veel lopen als eerder. Uh, en ik ben niet in het ziekenhuis opgenomen. Dus dat zijn ook hele relevante vragen. Uh, bent u nog in het ziekenhuis op opgenomen afgelopen jaar? Moesten de plaspillen omhoog afgelopen jaar? Uh, is, ben, zijn er nog rippenproblemen ontstaan? Want dat zijn aanwijzingen dat die ziekte toch wel progressief is. He, dus daar, daar letten we allemaal op. Maar goed, ook daarvan kun je niet per se zeggen dat dat betekent dat het middel niet werkt. He, dus um, dat is lastig. En het liefst zouden wij ook iets objectiefs in handen willen hebben om te zeggen, ja kijk, bij u werkt de behandeling en bij u werkt het niet. Um, of werkt het, werkt het minder of helemaal niet? Dat is lastig, maar daar doen we dus ook onderzoek naar. En dat doen we samen met Heidelberg en met Londen en uh, met Edinburgh. Um, wat we doen, het probleem is dus, we hebben uh, die hartziekte, die moet ten eerste gediagnosticeerd worden. En dan start je een behandeling en dan wil je weten, doet die behandeling het? Nou, en daarvoor hebben we eigenlijk precision tools nodig. Hè? Dus hele uh, goede, sensitieve testen om dat vast te stellen. En we denken dat een NAF-scan, een natriumfluoride-scan, dat dat zo'n onderzoek is waarmee je heel precies kunt kijken hoeveel zit zitten nu, hoe snel neemt het toe, en dat in combinatie met ook uh, wat andere testen, dus dat zijn we nu aan het exploreren, uh, en er worden zo'n, uh, in deze studie, en ik sla het omwille van de tijd even over, maar er worden nu 100 patiënten in geïncludeerd. Ik denk ook dat een aantal mensen in de zaal hier misschien wel aan meedoen, um, en um, nou, we hopen dat dat meer tools uh, uh, geeft. Um, ik wilde nog even denken, ik wilde hier nog iets over zeggen. Um. Ja, dus als het aankomt op start- en stopcriteria, um, het uh, belangrijkste is vooral de kwaliteit van leven. Dus als iemand behandeld wordt met tafamidis en die conditie is nog redelijk, hè, laat staan, laten we zeggen, je kunt nog wel wat, wat lopen en een trap opkomen. Uh, en iemand zegt, mijn, ik, ik vind mijn kwaliteit van leven goed, ik wil zo wel verder. Dit is voor mij voldoende. Nou, dan vind ik, dan moet je zo'n behandeling continueren. En, en natuurlijk als iemand zegt, mijn conditie is zo slecht, dit hoeft voor mij niet meer. Ja, dan moet je ook niet een middel doorgeven uh, wat levensverlengend werkt. Dat iemand nog langer leidt als het ware. En dat is altijd iets wat in samenspraak gaat. Dus dit bespreken we in de spreekkamer. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dit over dat onderzoek. De volgende vraag was, graag hoor ik meer over de ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling met CRISPR-Cas9. Ik vertel daar ook over in mijn opgenomen presentatie. Maar CRISPR-Cas9, dat is een medicijn, wat ook per infuus wordt toegediend. Dat gaat dan via het bloed naar de lever en in de lever zorgt het ervoor het dat het DNA in de levercellen DNA voor het transthyretine-gen veranderd wordt. Dat medicijn kan er een knipje in maken en die kan er een ander stukje inbouwen of het weer aan elkaar vastplakken op een verkeerde manier eigenlijk. Waardoor dat die bouwdruk, dat DNA, niet meer gebruikt kan worden om het eiwit van te maken. Of er kan veel minder eiwit worden gemaakt. En dit is dus een behandeling, dat het effect van deze behandeling is blijvend. Dus je krijgt eenmalige behandeling en voor de rest van je leven maak je veel minder van dat transtiratine eiwit aan. Dus dat is wel een hele mooie oplossing als dat werkt en veilig is. Um, nou, dit, dit is ook al onderzocht bij ook weer een hele kleine groep mensen, ook weer een fase 1-studie. Vooral dus om te kijken, is het veilig en doet het wat? En dit waren uh, drie patiënten, die kregen een dosering van 0,1 milligram per kilogram. En die kregen dat toegediend en toen keken ze na 7, 14, 21 en 28 dagen wat gebeurde met de spiegel van het eiwit in het bloed. En u ziet dat dat spiegel omlaag ging en dat ook na 28 uh, dagen nog steeds de spiegel van het ei uh, eiwit met 20, 50% minder was dan voor de behandeling. Dus het heeft in ieder geval na een maand... een, een effect op de vermindering van de spiegel. En je ziet ook dat bij een doos van 0,1 milligram... was dat ongeveer 50% uh, procent reductie. Maar geef je een hogere doos van 0,3 milligram... dan zie je wel bijna een nou ja, 85% uh, reductie gemiddeld. He, dus, en dat is waarschijnlijk dus een blijvend effect... Alleen wat zijn de langetermijneffecten van een behandeling waarmee je DNA verandert? He, dat is nog even spannend. Um, uh, Hoe lang blijft dit effect aan? Nou, dat zijn vragen die we hebben. En uiteindelijk resulteert dat ook in betere uitkomsten. Dat moet nu nog onderzocht worden. En daarvoor volgt een fase 2-3-studie. En die studie die gaat er al komen bij mensen met ATT-cardiomyopathie. En, en we verwachten dat die of eind dit jaar, misschien volgend jaar pas, dat weten we nog niet helemaal. Maar dat die gaat starten. Neem aan dat dit alleen voor mensen met erfelijke variant is. Dit, nee, dit wordt, uh, deze studie gaat zijn bij alle mensen met ATT-academyopathie. Want je zou denken: je doet iets aan het DNA, dus dat is vast voor de erfelijke vorm. Maar je doet inderdaad iets aan het DNA, maar je brengt er een verandering aan waardoor dat eiwit. Uh, je, 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 je herstelt niet een mutatie, maar je maakt gewoon het DNA als het ware. Je past het aan waardoor het eiwit minder tot expressie komt en er minder eiwit is. En als er minder transsialtina eiwit is, is dat gunstig voor zowel mensen met de niet erfelijke vorm als de wel erfelijke vorm. Dus we verwachten dat deze behandeling zowel werkt bij mensen met wild type als met erfelijke atietiarmidodose. Ja, even een vraag. Kan je je daarvoor aanmelden? <laughs> ja, dat, dat, wel, maar niet op dit moment. Nee, dus, dat snap ik. Maar hoe, dus, graag, hoe werkt dat precies? Nou, wat we zullen doen, is dat we als deze studie open gaat voor inclusie, zullen we dat ook aankondigen via de website van Stichting Amyloidosen Nederland. Waarschijnlijk ook in de nieuwsbrief. En het komt op onze website te staan. www.amloed.nl En het komt op de website van het expertise-netwerk in Nederland. En hoeveel gaan er aan meedoen? Is dat al bekend? Weet ik niet. Oké. Nee, weet ik niet. Ik heb nog een klein vraagje. Stamceltherapie. Zou dat een verband kunnen leggen met het een of het ander? Nee, stamceltherapie... Dat doe je alleen als er uh, in het B-merg cellen worden aangemaakt die je niet wil. Die je daar weg wil halen om vervolgens nieuwe stamcellen te geven. Dat heeft op deze ziekte geen effect. Dat doe je bij AL-amylodose wel. Maar dat, dat, dat helpt hier niet. Want je kunt, uh, uh, je kunt met die stamcellen niet iets veranderen aan het aan leven. He, dus uh, u, u bent uh, denk ik 50 jaar de tijd vooruit. Misschien dat dat ooit in de toekomst nog komt. Maar nu is dat er niet. Nee, en, en ik verwacht dat ook niet in de nabije toekomst. Nou, graag hoor ik meer over research dat gedaan wordt om onderzoeken minder belastend voor patiënten te laten zijn. Dit vind ik ook een hele mooie vraag, belangrijke vraag ook. Want vooral eh, mensen die drager zijn van zo'n mutatie, die worden eigenlijk voor een heel lange tijd worden ze op gezette tijden gecontroleerd in het ziekenhuis en moeten allerlei testen ondergaan hartonderzoeken, zenuwonderzoeken, zijn daarvoor ja, uh, soms wel twee dagen, uh, of soms in ieder geval een hele dag in het ziekenhuis. En dat is heel belastend. Hè? Ook voor de mensen met wildtype a moeten er dus soms testen worden gedaan, kost veel tijd um, en is belastend. En uh, een van de dingen uh, die, we, die we doen, is dat we onderzoeken of we dingen minder belastend kunnen maken. Bijvoorbeeld door te kijken of we aan de hand van bloedonderzoek al een selectie kunnen maken voor mensen die wel al uitgebreid onderzoek moeten hebben. of die verder geen aanvullend onderzoek nodig hebben. Dit is een voorbeeld van zo'n onderzoek dat we hebben gedaan. We hebben gekeken of het stof, stofje troponine T. dat is een stofje dat hebben we allemaal in ons bloed en als er amyloïd komt in het hart, dan gaat het stofje omhoog. En we hebben gekeken of je nou, als je nou kijkt naar de spiegel van dat stofje. of je dan veilig kunt zeggen. nou, dat stofje is bij u zo laag, u heeft geen amyloïd in het hart. Nou, wat we hebben gedaan, is we bij een hele grote groep mensen waarbij we hadden vastgesteld of ze hartbetrokkenheid hadden. hebben gekeken hoe hoog was op dat moment het stofje. En dan zie je dat als dat stofje onder de 6 nanogram per liter was. dan zie je hier alleen maar witte bolletjes. En dat betekent dat er mensen waren die geen hartbetrokkenheid hadden. En zie je dat het iets hoger is, tussen de 6 en 14. dan zie je dat er toch een aantal mensen tussen zitten die wel hartbetrokkenheid hebben. Dat zijn de zwarte bolletjes. En heb je het boven de 28,6, nou, dan heeft nagenoeg iedereen hartbetrokkenheid. Nou, dit hebben we ook gevalideerd in een tweede cohort. En de conclusie was dat je veilig kunt zeggen. als het troponine T onder de 6 nanogram per liter is. daar is geen hartbetrokkenheid. En dat betekent dat je die mensen. dus aanvullende botscans, echo's. ziekenhuisbezoeken kunt besparen. Daar kun je een bloedtestje doen. Doe je dat bloedtestje en is het hoger dan dat? Ja, dan moet je dat alsnog wel doen. He, dat was de conclusie van dit onderzoek. De poster van dit onderzoek heb ik meegenomen in opgang in de gang. Nu is er nog zo'n stofje voor neuropathie. Dat is neurofilament light chain. Dit stofje kun je ook weer meten in het bloed. En dat is normaal gesproken bij iedereen aanwezig in het bloed, maar is laag. De spiegel daarvan is laag. En als de zenuwen beschadigen, daar hoef je nog niks van te merken, maar als ze beschadigen, gaat dat stofje in het bloed omhoog. En. We hebben dit onderzocht bij mensen die, die bij ons kwamen toen ze nog helemaal geen klachten hadden van de ziekte, ook nog geen amyloïd aantoonbaar. En die hebben we langere tijd vervolgd en dat stofje steeds gemeten. En dat ziet u in deze grafiek. En dan ziet u ziet dat het stofje, die zwarte bolletjes, is, nou zo'n beetje rond de 10. Hier, dit is 20, halverwege is 10. Dus dat stofje schommelt rond de 10. En dat is, kan ik u vertellen, normaal. Dat is ongeveer wat we ook zien in gezonde mensen die geen dragen zijn van de mutatie. Dus dat is een normale spiegel. Maar dan zien we hier dat dat stofje begint te stijgen. Terwijl die patiënt op dit moment, of de drager, nog helemaal geen klachten had. Maar het stofje steeg al. En we zien ook al dat op dat moment zat er al wel amyloïd in het buikvet. He, dus die ziekte was er al. Het stofje begon te stijgen, maar de klachten waren. En hier, op dit punt, terwijl het stofje al, nou, al, al wel vijf keer gestegen uh, vijf keer hoger was geworden. Op dat moment pas kreeg de patiënt klachten van neuropathie. Met andere woorden, je kunt eigenlijk al. Al in een vroeg stadium, al jaren tevoren kun je zeggen... Hey, het stofje begint te stijgen, nu moeten we alert zijn. Nu krijgen we neuropathie. Dat hebben we ook hier bekeken. Dus dit waren mensen die hadden helemaal geen klachten. Die hadden ook geen amyloïde in het buik. Ze hadden niks. Dan zie je dat, dat de waarde laag is. Maar op het moment dat zij weten dat ze neuropathie gaan ontwikkelen... en maar nog geen klachten hebben... dan zie je dat het stofje al een stuk hoger is. En op het moment dat ze de eerste klachten hebben... is het nog weer hoger. En dit hebben we ook in andere cohorten bekeken. Dus dit, dit is ook zo'n stofje dat we kunnen gebruiken... om te screenen is er een optie ja of nee. En natuurlijk, als we zien dat dit stofje te hoog is voor de leeftijd, dan moet je al die onderzoeken wel doen. Maar als het laag is, zou je, zou je misschien wel die onderzoeken niet kunnen laten. Nou, dit moeten we natuurlijk verder valideren en uitzoeken. Want dit, je kunt dit niet op basis van een paar onderzoeken gaan implementeren. Maar daar zijn we druk mee bezig om dat verder uit te zoeken en te implementeren. En daar hebben we verschillende onderzoeken naar gedaan. En daar hangen ook posters van hier. Dus waar we naartoe hopen te kunnen, is dat we in de toekomst met een aantal vragenlijsten. En met een aantal bloedtesten um, kunnen ze zeggen... nou, uh, het gaat goed, geen amyloïd. Of het gaat minder goed. We moeten toch even goed kijken met aanvullende onderzoeken. En op die manier het leven wat makkelijker kunnen maken. Ja. Uh, daar heb ik wel een vraag over. Uh, vanaf welke leeftijd kan je dat dan laten onderzoeken? Want ik heb begrepen dat bij een erfelijke variant... symptomen al tussen de 20, 25 of of en de 70 of, of zo... Maar ik krijg heel veel terug te horen pas als ik 50 ben, pas als ik 50 ben. Ja, dus. ja, ja. internationaal gezien is de afspraak, of is de afspraak, of is, is geadviseerd, dat je kijkt naar hoe die uh, ziekte zich gedraagt in de familie. He, dus als een ouder de ziekte krijgt op 60 jaar leeftijd... de eerste ziekteverschijnselen, dan zeggen we dan moet je iemand nou in de gaten gaan houden vanaf het 50. Dus 10 jaar tevoren. En dan ga je dan ieder jaar tenminste iemand screenen op neuropathie, of die manifestaties die in de familie voorkomen. Um, en ja, dat, dat, dat is denk ik heel zinvol, want, die, want je verwacht niet voor die tien jaar dat er dan al ziekte, ziekteverschijnselen zijn. Wat wij wel zien is dat in sommige patiënten al wel eerder bijvoorbeeld dat in het buikvet terug te vinden is. Dus die ziekte ontwikkelt zich eerst. Eerst krijg je amyloïdstapeling en dan in de tien jaar voor die leeftijd ontstaan pas de ziekteverschijnselen. De huidige behandelingen die geregistreerd zijn voor een ziekte worden pas vergoed. Op het moment dat iemand de eerste ziekteverschijnselen heeft. Dus het is mijn inziens wel gerechtvaardigd om te zeggen. Nou we gaan iemand pas al die onderzoeken aandoen. Als iemand in de eerste tien jaar voor de ziekte is. Alleen ja wat we natuurlijk ook willen is die ziekte zo vroeg mogelijk opsporen. En dan eigenlijk voorkomen dat iemand de klachten krijgt. Dus dat is dat wij soms ook al wat eerder beginnen met screenen. En dan een buikvetbiop doen. En dan vaststellen dat er amyloïd. En dan starten met de fam zonder dat er nog klachten zijn. Kunt u aangeven hoe de klachten van kortademigheid en vermoeidheid in de loop van de tijd toenemen? En waarom is er zo'n verschil in klachten tussen verschillende momenten en dagen? Misschien, ik denk dat mensen dit in de zaal herkennen. Hè, want ik krijg heel vaak in, die, in, de, in de spreekkamer de vraag. Hoe zit dat nou door? De ene dag, ik, het is heel wisselend. De ene dag kan ik veel meer, kan ik een flinke wandeling. En aan de andere, kant ben ik, andere dag ben ik niks waard. Dan ik, ben, ben ik erg kort ademen, maar Hoe komt dat nou toch? Um, nou, dat, um, ja, dat, en, en hoe zal het beloop nou zijn? Nou, dat, dat beloop, dat is per patiënt verschillend. Dat kan ik niet voorspellen. He, bij deze ziekte, bij, vooral bij ATTR, amylose van het hart, hebben we het dan over. Zal de conditie in de loop van de tijd achteruit gaan? Dat is een gegeven. Wordt je behandeld met de farm, dus dan zal dat hopelijk zo stabiel mogelijk blijven en minder achteruit gaan. Maar even goed verwacht je toch wel wat achteruitgang in de tijd. Um, en hoe snel gaat dat dan? Nou, dat verschilt dus van patiënt tot patiënt. De ene patiënt zal in een jaar tijd de helft kunnen nog maar kunnen van wat hij eerder kon. Terwijl de andere patiënt zegt het, is, het gaat hartstikke goed, ik, uh, ik blijf, ben hartstikke stabiel gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Gemiddeld genomen, dus dit gaat over het gemiddelde van een groep. Zien we dat, en dit komt uit de studie met tafamidus, zien we dat als mensen niet behandeld worden, dus dat zijn de mensen die hier de pil kregen met het niet werkzame medicijn, dat mensen in een periode van 30 maanden ongeveer 150 meter minder kunnen lopen in 6 minuten tijd. Ja, dat is een beetje abstract, maar om, om een idee te geven. Dus de conditie gaat inderdaad achteruit en je kunt minder afstand afleggen. Maar dit, dit is een getal waar je eigenlijk niks aan hebt, want. Uh, dit, dit is voor een groep mensen, niet voor een individuele patiënt. Uh, maar de conditie gaat achteruit en je ziet ook de kwaliteit van leven gaat achteruit. Dus de, op de eerste vraag kan ik eigenlijk geen goed antwoord geven. Uh, wat is de verwachte qua conditie achteruit? Nou, het is de verwachting dat het achteruit gaat. Hopelijk heel langzaam. Hopelijk hebben we het over jaren. Gaat geleidelijk aan de conditie achteruit. Maar het kan ook zijn, er zijn ook patiënten waarbij... Ja, een half jaar naar het podium zoeken... een ziekenhuisopname nodig is... omdat er veel vocht zit en iemand ontwaterd moet worden. Dus het is wisselen van persoon tot persoon. Um, ja, en waarom zit er dan zo'n verschil... in die klachten van dag tot dag? Dat heeft ermee te maken... dat is denk ik multifactorieel... Hè? De, um, maar ik denk een hele belangrijke factor is... hoeveel vocht heb je in het lichaam? Dat verschilt van dag tot dag. En als er veel vocht in je lichaam zit... Heeft het hart het moeilijker en zul je eerder kortademig zijn dan een dag waarop je minder vocht in je lichaam hebt? Want dan hoeft het hart veel minder hard te pompen. Nou, hoe komt er nou vocht in het lichaam? Door zout. Zout trekt vocht aan. Zet je een pot zout op daar, weten we allemaal, dan, dan wordt dat een klont, want het trekt vocht aan. Dat gebeurt in je lichaam ook. Neem je veel zout, zal je lichaam veel vocht vasthouden. En zal je hart het moeilijker krijgen en zal je dus meer kortademig zijn. En een dag waarop je minder zout hebt. Um, uh, heb je ook minder vocht, zal het misschien wat makkelijker gaan. Dit is denk ik wel een belangrijke factor. He, dus ook al de meesten van u zullen een, een zoutarm dieet hebben, die zullen zich ook daar goed aan houden, maar het kan best zijn dat je een keertje uit eten gaat. Of dat je een keer toch iets lekkers eet, een zout haring of noem maar wat. En dan kan het best zijn dat je de volgende dag merkt dat je conditie minder is, dat je sneller kort aan bent omdat je lichaam meer vocht vasthoudt. En dat gaat er wel weer uit. Maar dat, dat zou een rol kunnen spelen. Natuurlijk spelen ook dingen als vermoeidheid een rol. Hoe heb je geslapen die nacht? Hoe is het weer? Is, is er veel wind of niet? Dat maakt uit. Ja, eh, zulke, zulke zaken. Ja. We zijn bijna aan de, aan de tijd. Ja. En ik heb nog één vraag hier, denk ik. Ja. Met dat zout. Een momentje. Sorry, oké. Niet iedereen meeluisteren. Maar met dat zout, ik doe oh. okay, mee uh, zelf de check van: uh, heb ik uh, zeg maar opge opgeblazen voeten? Is dat genoeg of niet? Wat, wat deed u voor check? Oh, heb nou, ik opgeblazen even, voeten? Ja. kijk of je hebt zwangere voeten of gewone voeten. Ja, uh, dus, u, dus u zegt, ik, ik laat afvangen van check. hoeveel vocht ik heb in de, in ja. de benen. Of ik, uh, is dat een beetje dom? Of, uh, zou ik niet adviseren. Want je neemt een risico. Nou, ik, ik, doe ook al, zeg ik, maar, ik heb meegemaakt, echt serieus meegemaakt, dat, dat mensen conditioneel hartstikke goed deden. Hadden haring gegeten. Dus, ja, een voorbeeld uit de praktijk. De volgende dag werden ze opgenomen omdat ze helemaal vol waren gelopen met vocht. Oké. Okay. Nou, bij mij is de sportanalyse, maar dat ja. weet ik niet. <laughs> dit is maar één voorbeeld natuurlijk. Hè. Dit is niet wetenschappelijk, maar ik heb dat wel geïnterpreteerd als nou, je moet echt uitkijken met zout. Ja, ja dat is in de achterste zaal. Sorry. Uh, Zal ik de vraag herhalen? Ik herhaal de vraag. Nee, um, nou dat kan wel. Dat... De, vraag, de vraag is of de vergoeding voor diefluïnisal, het principe van, daarvan, ook voor vitriolisant ja, nou... gebruikt kan worden. Ja, ja. ja. de regeling. De, nou ja, de regeling. De, 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 de wet zegt. Als je in Nederland. een medicijn hebt dat geregistreerd is voor een bepaalde indicatie. dan is daarvan. Dat is zorgvuldig gewogen, dat is goed onderzocht. Dan moet je ook als arts dat middel aanbieden aan je patiënt. Dat is ook logisch. Dus als er in Nederland een medicijn geregistreerd is voor erfelijke ATTR, amylodose en polyneuropathie. dan schrijven we het middel voor wat daarvoor geregistreerd is. En niet, niet die van want het is in Nederland niet geregistreerd. Maar als iemand dus buiten die vergoedingsindicatie valt. bijvoorbeeld wel amyloïd in het buik, maar helemaal geen klachten van neuropathie. en ook geen afwijking met EMG, noem maar op. Ja, dan kun je dus die fluïdus voorschrijven. En jouw vraag is nu eigenlijk: kunnen we niet hetzelfde doen met futriceran? Nou, misschien wel. Alleen futriceran, uh, ja, het is nu nog niet beschikbaar. Maar als het beschikbaar zou zijn, dan zou het waarschijnlijk wel een heel duur middel zijn. En de zorgzoekers gaan het niet vergoeden als je niet geregistreerd. Ja, dus dat is gewoon niet praktisch, niet haalbaar. Nee. Zullen we deze nog behandelen en dan uh, afronden? Ja, ik, misschien nog heel kort even. Dus uh, als het gaat om welke medicijnen uh, onderzoeken er aankomen, houden websites in de gaten, is mijn advies. En um, er was nog een vraag over tafamides. Kan je het niet één keer per twee dagen gebruiken, of, of is, uh, in plaats van één keer per dag, dat zou nog kosten sparen. Nou, dat is niet exact zo onderzocht, maar er is wel gekeken naar dosis. En dan blijkt een hogere dosis effectiever dan een lagere dosis. Dus één keer daags doseren lijkt me, of één keer in de tweede lijkt me minder effectief dan één keer per twee dagen. En dan, dat waren ze. Dankjewel. Fijn dat u er weer in grote getalen bent. We gaan nog meer leren over de Nier en vanmiddag nog ontmoeten. Ook belangrijk. Een verzoek vanuit het bestuur. Er zijn een paar type mensen nodig om ons te versterken, en dat zijn vooral redactieleden. En om uh, de stichting ook te versterken hebben we ongelooflijk behoefte aan donateurs. Als u op de website komt, staat er bovenin: Steun ons. Dan gaat u gelijk naar de pagina waar u of donateur kan worden, of een eenmalige dona gift kan geven. Maar donateurs zijn dringend gewenst, omdat dat aangeeft dat je achterban hebt. En als je funding wil, uh, laat je zien dat je van wezenlijk belang bent. Dat is echt iets wat we heel graag willen. We zijn. Ja, we, sorry, ik zeg nog we. Ja, Ambi. Dus van de belastingaftrekbaar giften. Ook interessant. Voor degene die dat ambie geregistreerd vanaf het begin. Uh, Hans, ik. Het uh, namens de, de Stichting. Een klein bedankje uh, voor alle moeite, voor alle wijsheid die je met ons gedeeld hebt. Dankjewel. Heel wel. bedankt. Ik doe dit met plezier.